Goedendag, het is deze vrijdag nog amper voor te stellen, maar de astronomische herfst gaat toch echt beginnen. Vandaag was het nog volop strandweer en ook morgen en zondag kan dat in delen van het land nog het geval zijn. Maar in de natuur zien we toch al de eerste tekenen van de herfst. Dit zijn mooie acacia's die al op het moment aan het verkleuren zijn. En dat tekent dan mooi af aan die nu nog blauwe lucht. Maar die blauwe lucht, ja, die gaan we toch echt wel komende week inwisselen. Want we komen steeds meer onder invloed van lage drukgebieden te liggen. Deze vrijdag nog onder invloed van een hoge drukgebied, stabiel en ook nazomers weer. Dat houdt nog 48 uur stand. Maar we zien snel lage drukgebieden ontstaan ten zuiden van ons. En die lage drukgebieden komen komende week dichterbij. Dan slaat het weer om, draait de wind naar het westen. En dan volgt toch wel een overgang naar wat onstuimiger en behoorlijk nat herfstweer. Hier zien we bijvoorbeeld donderdag een actieve depressie via de Britse eilanden ons land naderen. Ja, dan zou het zomaar eens tot misschien wel stormachtig weer kunnen komen. Daarbij gaat de temperatuur ook behoorlijk naar beneden. Wat betreft de luchtdrukafwijking, ja, we zien het al gelijk terug. Lage drukgebieden gaan het weer echt bepalen voor komende week. De laatste week van september verloopt gewoon ronduit herfstachtig. Veel wind, veel lage drukinvloeden en daarbij ook meer neerslag dan gebruikelijk. We zien eigenlijk in heel West-Europa dat er 30 tot misschien zelfs wel 60 mm meer aan regen kan gaan vallen dan gebruikelijk is voor deze periode. En ja, die warmte waar we nu nog mee te maken hebben, die wordt zelfs helemaal teruggedrongen naar het oosten van Europa. We komen dan een beetje op het scheidingsvlak te liggen tussen beide luchtsoorten. En juist op dat scheidingsvlak, daar vindt dat actieve weer plaats, met dus ook geregeld veel wind en wat lagere temperaturen. Als we de eerste week van oktober gaan, ja, dan zien we dat dat beeld min of meer gehandhaafd blijft. Lage drukinvloeden zo ongeveer vanaf de Britse eilanden over onze omgeving richting Scandinavië. Bij ons dus de wind uit het zuidwesten. Wel is het zo dat nazomersweer toch wel in de buurt nog ligt. Het zou dus zomaar eens kunnen dat op begin oktober een paar dagen tot iets stabieler weer komt. Dat zien we ook zo meteen mooi terug in de EPS. Maar over het algemeen zou toch het wisselvallige weer aanhouden. En dat zien we dan ook goed terug in de neerslagafwijking. Want helemaal droog blijft het ook dan niet. Waarschijnlijk valt er iets meer regen dan gebruikelijk ook begin oktober. Ja, dan is van nazomer weer niet echt sprake. Wat betreft de temperatuurafwijking, daar zien we eigenlijk weinig schokkende dingen. We liggen een beetje in dat overgangsgebied tussen nog wat warmere weer ten zuiden en oosten van ons. En al voorzichtig afkoelende temperaturen ten noorden van ons. En ja, als de wind heel eventjes 1 of 2 dagen uit het zuiden waait, dan zit die warme lucht zomaar nog weer even bij ons. Maar een landleven heeft het waarschijnlijk niet. De kans dat het toch tot een wat herfstachtig weer komt, is toch wel groot. En dat zien we ook goed terug in de pluim. De temperatuur waar we nu op het moment nog met 24 graden te maken hebben, zakt na het weekend toch wel aardig naar beneden. En dan zien we later volgende week middagtemperaturen rond of zelfs onder de 15 graden. Maar als we nog iets verder kijken naar de tweede week, ja, dan zien we toch wel dat de afwijkingen, of in ieder geval de afwijking ten opzichte van de hoofdrun, wat groter beginnen te worden. En dat er toch wel aardig wat spreiding in de pluim begint te komen. Tussen zo'n 20 graden als maximum en 13 graden als minimum in de pluim. Dus we liggen dan een beetje op dat scheidingsvlak tussen die twee luchtsoorten. En het zou mij dan niet verbazen als we misschien nog 1 of 2 dagen met iets stabieler weer nog te maken gaan krijgen. Maar goed, langdurig stabiel weer zit er voorlopig dus nog even niet in. En als we nog wat verder in oktober kijken, dan gaan we al voorzichtig richting de herfstvakantie. Ja, dan zien we toch weer afwijkingen naar beneden. Lage drukinvloeden bij ons in de omgeving. Terwijl in het zuiden van Europa, het zuidwesten van Europa, hoge drukinvloeden waarschijnlijk weer wat toenemen. Al daar dus wel mooi nazomerweer, maar bij ons waarschijnlijk niet zoals het er nu naar uitziet. Ook dan weer waarschijnlijk iets meer regen dan gebruikelijk. En in de laatste week van de meerdaagse zou dat niet heel erg veranderen. Ook dan zien we dat hoge drukinvloeden niet heel veel kans van slagen hebben op dit moment. Het kan natuurlijk nog veranderen op deze termijn. Maar op dit moment ziet het er niet naar uit dat we tot ver in oktober nog een lange nazomerperiode gaan krijgen. Wat betreft de temperatuur, ja, de blauwe kleuren zijn in de minderheid. Waarschijnlijk is het nog wel rond de norm of iets boven de norm voor die tijd van het jaar. Dan moeten we toch rekening houden met middagtemperaturen zo half oktober tussen 13 en 17 graden. Kortom, lage drukinvloeden hebben voorlopig echt wel de overhand bij ons. Het wordt waarschijnlijk ook echt wel onstuimig komende week al. Echt wel herfstweer. Misschien dat er even een tijdelijke stabilisatie is begin oktober. Maar dat houdt, zoals het er nu naar uitziet, niet lang stand. Waarschijnlijk volgt in oktober dus echt wel herfstweer. Ik wens u een fijne dag.